Yo, kijk van Game met Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. We zijn vandaag weer terug in Mindtopia, mensen. En ja, het heeft een tijdje geduurd en ondertussen zit iemand te kijken wat we aan het doen zijn. En wat mij heeft hij ons door. Nou, in ieder geval, we zijn er weer en heel veel mensen weten waar deze video om gaat. Het gaat natuurlijk om de mega giveaway, wat we allemaal gaan weggeven. Nou, ik ga het even uitleggen voor de mensen die het niet, niet weten. Afgelopen livestream, woensdag. Woensdag heb ik een livestream gedaan en daar heb ik letterlijk van 1 euro geruild naar like 1 miljoen aan spullen. Ik begon met 1 euro, toen had ik het geruild voor twee kledingstukjes had ik geruild voor 60k. Die 60k had ik geruild voor een full setje paards enchanted en een Elias Midnight enchanted chest. En toen, nou daar ga ik even heen lopen. Toen gingen we naar iemand toe die jullie wel vast allemaal kennen, mensen. Toen gingen we namelijk naar, waar is dat huis nou? Even zoeken. Kijk, daar staat hij ook. Naar Bad Boytje gingen we toe, hier heb je hem. En toen vroeg ik of hij wou ruilen. En toen gingen we ruilen. En wat deze man mij gaf was niet normaal. Hij gaf me echt iets van 10 kledingsetjes, 5 Elytra, speedboots en weet ik wat allemaal. Dus we hadden meer dan 1 miljoen aan spullen. Hij heeft de camera, nice. En we hadden dus meer dan 1 miljoen aan spullen. We hebben de helft hebben we weggegeven in een livestream. En we dachten ook... aan de mensen die niet bij de livestream waren. Dus ik heb nog een stuk of 5 setjes, 4 Elytra's en een speedboots. Ga ik doen. Heb ik nog over. En die gaan we dus weggeven in de video. Je hebt gelijk bewijs. Wat? Nou, in ieder geval, zo'n camera ga ik ook wel kopen. In ieder geval, ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb liggen. En hoe jullie dat kunnen winnen. Want ja, ik heb 5 setjes gemaakt. Met een kledingsetje en een speciaal item. Dat kan zijn een Elytra of een speedboots. Nou... Ik ga het laten zien, het ligt namelijk in mijn appartement in Cosmopolitan. Nou, dan moeten jullie zo meteen goed opletten hoe je het kan winnen. En het zal ook nog in de beschrijving staan alle stappen wat je moet doen. Dus ja, je kan niet zomaar winnen, want het zal heel makkelijk zijn. Het heeft met Twitter te maken, dus als je geen Twitter hebt, dan moet je dat wel even aanmaken. Dus dat is handig, want ja, we moeten Bad Boytje, die heeft ons wel dik geholpen, die moeten we ook belonen. Dus ja, hem... moet je dan ook gaan volgen, dat zal ik zo meteen uitleggen. Nou, in ieder geval. Ik ga er eventjes heen. Naar het appartement. En het zijn echt dikke setjes, mensen. Wie wil dat nou niet? Gewoon een full kleding setje enchant. We hebben ook 1 non-enchant setje. Alleen daar zitten de speedboots bij. Dus als je een non-enchant setje krijgt, ja. Dan heb je in ieder geval speedboots. Dat is ook super veel waard. En hier lag ik een beetje, ik weet niet waarom. In ieder geval, like even de video als je het tof vindt alvast. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Want vaker gaan we dit soort toffe dingen doen. Nou, daar woon ik helemaal bovenaan, naast Joost David. En like als je dit vaker wil zien. En comment nog niks, mensen. Comment nog niks. Voordat je gaat commenten, kijk gewoon eerst de video af voordat je wat gaat doen, mensen. Zometeen ga ik alles uitleggen. Ga niet meteen alles typen en doen. Kijk eerst rustig de video af en ga dan, alles laten zien. Nou, in deze kist zit alles en ik ga je laten zien. 3, 2, 1, bang! Dit gaan we allemaal weggeven, mensen. Dit is ongeveer, 4 Elytra's met een breaking. 2 er zelfs op. Dat is ongeveer 100k per stuk. 400k per speedboost ook 100k. Alleen dit is al 500k. En dan schat ik dit op 300k of zo. En kleding. In ieder geval zeker dik 750k. We hebben natuurlijk al heel veel weggegeven. Dus een dik 1 miljoen gaan we weggeven. Of hebben we al deels weggegeven. Wat jullie moeten doen, mensen, om dit te winnen. Ik ga eerst de setjes even laten zien, trouwens. Nou, je hebt hier 1 setje met een Elytra. Indico non-enchant, indico enchant, wit enchant en kobold enchant. Die kobold enchant is veel waard, mensen. Piraat rood enchant, replica rood is ook best wel veel waard, die rood. En Mytopia shirt, piraat rood replica. 2 keer piraat rood replica, dat is wel nice. Elytra. Nou, derde setje, een Elytra, een Helwossa, een lichtgeel enchant, piraat rood replica enchant. Zullen die omwisselen? We wisselen die gewoon om. Dan hebben we hier bijna full piraat rood enchant replica. Dat is misschien wel tof. Want deze heeft ook een beetje een zeldzame dingetje met lichtgeel en rood. Nou, dan heb je hier Helros en Cherry Blossom en lichtgeel en rood. Dan heb je hier het donkere setje, wat niks enchanted is, maar wel de speedboots. Nou, Dark Earth is best wel veel waard, dus al lang geleden. Non-enchant boots, Dark Earth, non-enchant broek. Mytopia shirt en een kobalt helmpje. Maar ja, je hebt niks enchant, maar je hebt wel de speedboots 0.02. Dus ja, dit is zeker denk ik het meest gewilde setje, ondanks er geen enchantment in zit. Het is lekker donkerzwart, dat is wel best populair in game. Nou, laatste setje wat je kan winnen. De Nike Air Max als schoenen, enchant, Droen enchant. Mytopia shirt enchant, best wel veel waard. Droen enchant en een Elytra dus met een breaking 2, mensen.
Nou, dat is dus wat je kan winnen. Er zijn 5 winnaars, mensen. Je kan niet twee keer gewoon 2 setjes winnen. Dat is een beetje raar. Hè? Je kan 1 setje maximaal winnen. Er zijn 5 winnaars dus. Dus in ieder geval, wat je dus moet doen om dit te winnen, ga ik nu uitleggen. Nou, ten eerste, mensen. Wil je een van de setjes winnen? Like de video. Dus ja, jullie kunnen gewoon met me meedoen. Like de video, ja. Hebben jullie dat gedaan? Je moet natuurlijk ook even abonneren als je dat niet hebt gedaan. Abonneren, ja. Alle stappen staan trouwens ook in de beschrijving. Dus abonneer, like en dan. Dan ga je een reactie typen met waarom jij wil winnen. En je moet jouw Twitter erbij vermelden. Waarom je je Twitter erbij moet vermelden? Gewoon apenstaartje, je Twitternaam moet je gewoon in je reactie zetten. Waarom je dat moet vermelden is, je moet ook mij en Bram volgen op Twitter. En Bram is badboytje. De linkjes van onze Twitter staan in de beschrijving. Dus kan jullie gewoon in de stappenplan, kunnen jullie dat vinden. Dus volg ons op Twitter. En dan het laatste wat je moet doen is, op Twitter moet je deze video tweeten van check grote giveaway van Max NL Gamer en badboytje. Dus tweet gewoon de video en je hoeft ons niet erin te taggen. Hoeft niet, mag wel. In ieder geval, dus like de video, abonneer, reageer waarom je wil winnen. Laat je Twitter in je reactie achter, niet de link, maar gewoon apenstaartje je naam op Twitter. En volg ons dus allebei. En link staat in de beschrijving. En tweet de video op jouw eigen Twitter, zodat wij kunnen zien dat je hem ook echt hebt getweet daarna. Als je hebt gewonnen, want we gaan de winnaars via Twitter contact opnemen, dat is dus heel simpel. Als jij geen Twitter hebt, dan moet je het gewoon even aanmaken. Dat is 20 seconden werk, letterlijk. Echt, het kost amper werk om Twitter aan te maken. En anders kunnen we een beetje heel moeilijk gaan winnen. Hoe weet het? Is doen. Nou, wat we dus doen is, we checken eerst de reacties. Wie een leuke reactie heeft, dus type een leuke reactie. Dan checken wij of die wel alles getweet heeft en ons gevolgd heeft. En daarna gaan we dus die winnaars contacteren via Twitter. Dus we checken het wel. Als je dit hebt gedaan, helaas. Ik heb het vermeld. Wil je nog alles weten wat je moet doen? Check dus gewoon de beschrijving. Daar staan alle stappen. Ik zal nog één keertje zeggen. Like deze video. Abonneer op Gamer met Max. Volg Max en Gamer en Badboard op Twitter. Link staat in de beschrijving aangezien de namen best wel moeilijk zijn. Ja, nee. Hey, ik heb Fithead 111 ineens, lol. Zie ik ineens. In ieder geval, omdat het de naam van Bad Boy had, ik weet misschien niet iedereen. In ieder geval, dus de linkjes staan in de beschrijving. Volg ons en dan moet je de video eventjes tweeten op Twitter. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Dus gewoon en een reactie met je Twitter apenstaartje, je naam. Dus dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Ik hoop dus dat jullie het tof vinden dat we weer lekker veel gaan weggeven. Dit kan je dus winnen, 1 setje ervan. Dan hebben we 5 winnaars ongeveer. Ik denk, hoeveel mensen wilden meedoen? 200 of zo, 300. Dus de winkans, het is klein, maar ik heb vaker wat weggegeven. Ja, mensen zeggen, oh my god, heb ik gewonnen. En die lift doet het niet echt. Mensen, die kan dus zomaar winnen. Schrijf gewoon een leuke reactie. Ik ga over 2 leuke reacties ongeveer doen. Doe 3 pakken random via randomize. Ik heb geen post, man. Wat? Volgens mij zijn de brievenbussen verduwd, of ben ik nou gek? Oh, wacht, volgens mij is hier mijn brievenbus. Wacht, huh? Ik snap er niks meer van. In ieder geval, mensen, check de beschrijving gewoon als alles niet duidelijk is. Ja, dit was mijn brief, dus er zat niks in. Check de beschrijving als alles niet duidelijk voor je is. Like deze video, vergeet zeker niet te abonneren. En deel het ook gewoon met je vrienden. Want als je vrienden ook meedoen, hebben jullie meer kans om te winnen in principe. Dus ik hoop dat jullie weer een tof video vonden. Het is niet echt een speciale video, het is meer een giveaway video weer. Ja, mensen wouden weer eens een giveaway. Ik dacht, laten we het doen. Met dank aan Bad Boys natuurlijk. Ik heb het geruild, maar hij heeft het vooral gesponsord. En natuurlijk ook de mensen die daarvoor geruild hadden. Ook thanks voor het ruilen. Door jullie hebben we dit allemaal kunnen doen. En is dat nou politie? Dat is geen politie. Ja. Nou, in ieder geval, dat was de video dus. En ondertussen wil deze man nog wat zeggen tegen mij. Wil je winnen? Kunt u mij naar de gemeente. Ja, ondertussen brengen we deze man even naar de gemeente. Volg. Dat was de video dus. En ik hoop dat jullie het tof vinden, mensen. Dus ik hoop echt dat jullie even like gaan doen, doorsturen. Het zou natuurlijk zonde zijn als, letterlijk niemand iets gaat reageren. Want ik heb af en toe wel eens een giveaway gedaan. En dan deed ik de titel, zette ik gewoon niet in de titel. Ik weet niet of ik het deze titel ga doen. Dat de giveaway was en toen keek er bijna niemand. Dus ik weet, misschien ga ik het doen. En dan hebben de mensen die echt altijd mijn video's kijken, hebben dat gelukt. Het zijn echt trouwe fans. Wie is dit? Hey, dat is die gemeentemedewerker. Hoezo is hij traction in Atlanta? Lol. Nou, in ieder geval, deze jongen weer alsjeblieft.
hier naar de gemeente gebracht. En ja, dat was dus de video, mensen. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken. Doe even een like als je het leuk vond. Dat moest je sowieso wel doen om te winnen. Maar ja, bijvoorbeeld, je hebt geen Mindtopia. Doe gewoon een like alsnog. Het is niet echt voor de niet-Mindtopia-spelers. Echt meer voor de Mindtopia-spelers. Maar in ieder geval, like als je het tof vond. En ja, reageer ook gewoon als je niet wil meedoen. Reageer gewoon met een leuke reactie. Als je ook geen Mindtopia-speler bent. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!